Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 27 december. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik heb het echt ijskoud. Het is ook maar 15,5 graad binnen. Het is op zich niet zo heel verwonderlijk. Ik vraag me alleen af hoeveel graden het buiten is. Want ze zeiden dus al, we hebben eigenlijk een van de zachtste kersten gehad ooit. Het is 8 graden, maar het wordt met oud en nieuw ook vrij koud. 9 op zich, nou ja, goed. Het is gewoon niet warm. Ik heb het gewoon koud. En daarbij komt het natuurlijk ook nog dat ik nog steeds niet fit ben. Ik ben nog steeds heel erg aan het hoesten. Je kunt het aan mijn stem nog horen. Ik moet wel zeggen, het snotteren is gelukkig wat minder. Dus dat is wel heel fijn. Maar ja, het is toch wel even, ja, een beetje aanpoten. Gewoon om het jezelf warm te houden en om bezig te blijven. Ik heb ook echt het gevoel dat mijn huis één grote bende is. Overal staan spullen, het is een troep, het is vies voor mijn gevoel. Ik word er helemaal niet blij van. Dus ik ga zometeen ook lekker schoonmaken, want ik word er helemaal niet blij van. Troepje dekt de lading ook niet meer, het is gewoon echt een troep. Nou heb ik dat natuurlijk wel zelf gemaakt, maar ik moet ook zeggen, ja, afgelopen dagen als je niet fit bent, dan heb je weinig fut om wat te doen. Dus ja, dat heb ik ook niet gedaan. Maar goed. Ik heb gisteravond de Goede Tijden gekeken en De Winter Vol Liefde. Was allemaal wel weer prima. Ja, ik irriteer me heel erg aan één jongen. Die had twee vrouwen op bezoek. Hij heeft er nu één weggestuurd. Maar ook dat meisje dat daar rondloopt, ze is zo irritant. Ze vindt zichzelf zo veel dat ik er gewoon echt gewoon irritaties bij heb. Nou ja, goed. Dat heb je ook bij dat soort programma's wel. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Heb ik mijn foto's bewerkt. Dat is allemaal wel gelukt. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Toen wilde ik CSI gaan kijken. Maar Videoland deed het niet. Toen ben ik Zeeman Confronteerd gaan kijken. Dat vond ik ook best wel een heftige aflevering. Het ging over mensen die hadden hun huis verkocht. Echt meerdere slachtoffers. Aan een vrouw. Maar zij bood dan ook heel veel over, zeg maar. Dus zij bood rustig een 85.000 euro over. Maar er kwam ook niet echt iemand, een tussenpersoon tussen. Dat vond ik een beetje gek. Nou zit ik zelf natuurlijk niet in het kopen van huis. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat werkt. Ik heb hier en daar nu wat gehoord. Omdat het in de familie wat speelt. Dat ik denk van ja, oké. Het klinkt ook allemaal best wel heel ingewikkeld. Maar ja, ik zit er verder dus zelf niet in. Ja, en dan uiteindelijk, ze betaalden dan eigenlijk al de 10% niet aan. Dus die mensen kwamen allemaal helemaal in de financiële problemen. Nou ja, ze had dus gewoon ook echt dat geld niet. Dus ze hebben haar geconfronteerd. Maar ja, ik vond allemaal, ik dacht ook wel van, ja, is het dan ook niet te mooi om waar te zijn zoals met zo'n huis? En moet je er dan niet iets langer over nadenken? Of nou zit je gewoon vet in de problemen? Maar het was op zich wel interessant om te zien. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik even mijn boek gelezen. En toen ben ik eigenlijk heel snel in slaap gevallen. Ik heb het boek nu uit, de kerstboeken zijn nu ook klaar. Maar ik was ook gewoon wel weer heel erg moe. Ik ga zometeen wassen, want ik heb heel veel was. Ik ga opruimen. Ik ga hier de boel lekker doen. Ook even alles goed dweilen. Vind ik dan ook wel lekker, omdat ik natuurlijk gefonduut heb maandag. Dus dat is prima. Ik heb wel een pakketje binnen. Die ga ik eerst nog even met jullie uitpakken. En dan ga ik aan de gang en dan ga ik jullie meenemen. Oké, ik heb even een pakketje van de Boosie Shop. Ik zag namelijk dat die collectie van Chili Vanille nu online was. Ik heb die laatste productjes toch maar even bijbesteld. Ik zei nog wel tegen Nathalie zaterdag, oké, ik heb nu wat spullen in de winkel gekocht. Bespaart me wel verzendkosten. Alleen, ik zag ook hoe snel die collectie ging. Dus ik dacht ook, ja, de kans dat als ik donderdag ga, is dan best wel groot dat die er misschien al niet meer is. Dus ik dacht, nou, dan stel ik die productjes nog wel even erbij. En ja, dat waren nog twee dingetjes die ik niet kon vinden in de winkel. Dus die heb ik even bijgekocht. Dat was nog het andere kleurtje van de oogschaduw. Dus dit is dan de andere kleur. Ik zal die andere er even bij pakken. Dan kun je even het verschil zien. Kijk, dan kun je een beetje het kleurverschil zien. Deze is ietsjes lichter dan deze. Dus die heb ik er dan even nog bij besteld. Ik leg het spulletje gelijk even bij elkaar. Die heb ik bij elkaar. En deze, die was er dan nog. Dat is de Face & Body Highlighter. Die heb ik er dan ook nog bij besteld. En ik zag nu dat ze van de lipbombs hadden ze wat dingen. En dit zijn van die Juicy Lipbombs. Het zijn lipolies. Dus ik heb
een witte. Ze waren al bijna uitverkocht. Een oranje. En dan nog een groenige. Dus gewoon lipolie. Dat zijn dus eigenlijk een beetje die bekende van die lippenklosjes, zeg maar. Dus die had ik er nog even bij gedaan. Dus dat was dat. Ik ga het even naar boven brengen. Dan doe ik eventjes al die spulletjes hier van chili vanille bij elkaar. Dan heb ik dat bij elkaar. Dat is wel lekker. En dan ga ik even wat doen. Dus ik moet even handschoenen pakken boven om mijn handschoenen weer kapot te gaan. Dus dat ga ik even doen. Zo, het huisje is weer schoon, althans de woonkamer. Het voelt wel weer lekker. Ik moet wel zeggen, de fonduelucht was er al wel heel snel uit. Ik had het rooster opengezet. Maar het was al best wel snel donker. De was die draait nog, dus die moet nog even. Maar dan heb ik in ieder geval ook al die spullen alweer gewassen. En dan ja, ga ik vrijdag maar geen was meer aanzetten. Want ik ga zondag weer die oliebollen bakken. Dus dan ga ik gewoon volgende week weer eventjes even heel hard aan het wassen. En dan ben ik ook wel weer bij. Maar ik voel me nu ook weer eventjes, dan is de energie ook weer een beetje laag. Dus ik moet straks nog even verder met wat was opvouwen. Ik heb al wel wat gedaan, maar dat komt wel goed. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik ga even nog een foldertje doorspitten. Ik moet morgen boodschappen doen. Vanavond kijk ik gewoon weer naar Goede Tijden en De Winter Vol Liefde. Je hebt vanavond ook de quiz met winterballen, zeg maar. Met bekende Nederlanders voor een goed doel. Misschien dat ik daar nog een stukje van kijk. Misschien nog even een spelletje doen, maar ik moet even kijken. En dan ga ik de thumbnail even maken, de vlog inplannen, blogpost schrijven, Netflix-serie kijken. Ik hoop nu dat ik wel weer CSI kan kijken, maar dat ligt er natuurlijk aan of dat Videoland het weer doet. En dan ga ik nog even een nieuw boek lezen. En dan ga ik denk ik snel slapen. Want ik ben wel weer heel erg moe. Dus ik ga nu ook even lekker uitrusten. Ik ruik een heel lekker luchtje. Maar ik weet niet wat het is. Ik heb geen parfum op of zo. Ik weet het niet. Ik ruik iets wat heel fris is. Want ik ruik dus nog wel. Maar ik kan hier niet goed opkomen wat. Maar goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder even niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 28 december. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het echt ijskoud. Het is 11 graden buiten, maar het is zo'n harde wind. Die hoor je gewoon helemaal door het huis heen, wat op zich wel heel gezellig is. Alleen, ik moet er natuurlijk vandaag uit. En dat is iets minder. Dus het is best wel koud, maar ja, dat komt straks wel goed. Ik weet ook nog niet hoe laat ik boodschappen moet doen. Ik heb ondertussen even de video of de vlog ben ik opnieuw aan het uploaden. Ik heb gisteravond de afgesloten en toen bleek dus dat hij nog aan het uploaden was, dat hij een beetje is blijven hangen en toen startte ik hem op, omdat ik zag dat op mijn kanaal dat de video er niet was gekomen en toen is hij blijven hangen op 67%, toen ging hij ook niet meer verder. Ik denk nou dan moet ik hem maar even opnieuw uploaden, dus dat ben ik intussen al aan het doen, maar dat duurt gewoon vrij lang. Dat was ook een vrij lange vlog moet ik zeggen. Nou, ik heb gisteravond weer gekeken naar Goede Tijden en daarna De Winter Vol Liefde. Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn blogpost geschreven. Nou ja, toen heb ik dus de thumbnail voor de vlog gemaakt. Ja, uploaden is dan niet helemaal goed gegaan. Maar ja, verder was het allemaal wel prima. Toen heb ik, volgens mij komt er een appje binnen. Oh, zij appt dat zij laat is vandaag. Ik zal eventjes daarop reageren, dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ze is dus pas rond 4:15 er. Nou ja, goed. Het is dan niet anders. Dat duurt nog eventjes.
Maar waar was ik met mijn verhaal? Oh ja, ik had alle dingetjes gedaan. Dat was verder wel gelukt. En toen ben ik... Wat ik toen gaan doen? Goh, ik ben even helemaal de weg kwijt nu. Wat ik aan het vertellen was. Ja, oh ja, ik was... ik had natuurlijk alles verder dan gedaan. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En toen kon ik wel zien, je zou je kijken. Toen ben ik naar bed gegaan. Alleen ja, nu kwam ik erachter dat de upload niet goed is gegaan. Maar op zich, ja, omdat zij laat is, kan ik het nu wel verder afmaken. Dus dat is op zich wel lekker. Ja, ik denk dat ik zo dan boven gewoon even wat ga doen. Want ja, het is nu nog vroeg en dan kan ik voorlopig ook nog niks. Als ik het had geweten, dan was ik misschien nog iets langer blijven liggen. Want ik ben nog steeds best wel moe, omdat ik me niet helemaal fit voel. Maar ja, goed, dat wist ik natuurlijk niet van tevoren. Ik ben nog steeds gewoon... Je hoort nog steeds dat ik heel erg verkouden ben. En ja, dat ik gewoon niet... ik moet wel zeggen, snotter is wel zo goed als over. Maar ik merk nog steeds wel dat het niet helemaal lekker allemaal zit. En dan nu, omdat het best wel koud is, dat merk je dan ook gewoon. Maar ja, het zijn allemaal problemen. Eigenlijk niet echt problemen, maar dat komt allemaal ook wel weer goed. Ik heb het gewoon gedaan. Kijk, ik heb mijn takkie sokken aangedaan. Het is dan wel geen kerst meer. Nee, Sipi. Dit zijn mijn Sipi sokken. Dan eigenlijk wel geen kerst meer, maar ik dacht, doe ze wel gewoon aan. Maar goed, ik ga dus denk ik gewoon even wat doen. Even stofzuigen en zo. En dan ja, ga ik nog wel even wat opzoeken. En neem ik jullie nog wel even mee met boodschappen doen. Want ik ben nu zo... Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik ben zo in de war dat ik mijn verhaal een beetje aan het kwijtraken ben. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Van de boodschappen. Ik heb nog even een oliebolletje gegeten, want er stond aan een kraam en ik had hem hier eigenlijk niet geproefd. Ik zie nu buiten allemaal vuurwerk. Ik schrok ook in het centrum heel erg zware vuurwerk aan het afsteken. En als je dan buiten bent en je hoort het zo hard, toen dacht ik even van oei, dat kwam wel heel hard binnen. Ik heb vanmiddag eigenlijk niets meer gedaan. Ik heb even liggen slapen, want ik was zo moe. Ik voelde me zo naar. Ik merk gewoon echt, ik heb nu ook echt zo'n drukkende hoofdpijn, dus ik ga zo even een aspirine nemen. Maar ik heb wel de boodschappen binnen. Nou ja, goed, ik ga het laten zien. Ik heb frikandellen. Toetjes. Voor zondagavond heb ik koeknoedels meegenomen. Dan hoef ik niet echt avond te eten. Dat is dan even mijn avondeten. Maar omdat je dan oliebollen hebt en ik doe s'avonds ook nog wat van die mini-hapjes. Dan hoef ik niet echt avond eten, dus die gewoon. Dan heb ik slavinken. Twee keer, die waren in de aanbieding. Deze, dat was nu voor 2,50 of zo. Poedersuiker, ik wist niet of die voor mij nog goed was. Ik heb gewoon zo'n kleintje. Opschuimmelk. Zijn er mensen die ervaring hebben met die van het eigen merk? Want ik koop eigenlijk altijd deze, maar ik zag eigenlijk dat het verschil qua prijs best wel groot was. Ze hebben ze ook hier ook van Melkan. Ah, ga jij eens even voor die camera weg. Niet doen. Maar ik weet dus niet of die zo lekker is. Ik vroeg me af, zijn er mensen die ervaring ermee hebben? Nou, ik hoop het. Bubbeltjesap. Aangezien ik niet van champagne hou en dat ook niet zo goed is in combinatie met medicijnen. Ik heb nog wel mijn takkies. Deze was nu heel erg afgeprijsd. Ik dacht, dat staat leuk. Zo, ik zal mijn knipje uitdoen. Kijk. Grappig toch? Dus die knip je maar weer even in doen. Weer even de handschoentjes, want die van mij die waren alweer stuk. Lekker boontjes. Chocomel. Oliebollenmix, uiteraard, want die ga ik bakken. Chloor. Patatjes.
aardappeltjes. 2 flesjes olie. Die waren nu trouwens wel heel goedkoop. Nou, dan heb ik mini hapjes. En ik had echt heel erg geluk. Ze hadden ze bij de Boni. En bij de Boni waren ze echt... Ik hoop hier niet dat hier wat uit is, want hij is kapot. Maar bij de Boni waren ze 2 euro een handje van Bekkers. Dus ik dacht, nou, ga ik even kijken. Maar hier hadden ze dat helemaal niet meer. Ze hadden alleen nog maar kroketten liggen. Dus toen dacht ik, nou, dan hoop ik maar dat Lidl het nog heeft. Maar die hadden weer zo'n actie, 2,5 prijs. Nou, dat had ik sowieso niet gedaan, want ik ben in mijn eentje. En dus hier zitten er al 16 in. Nou, ik eet er denk ik misschien 8. Ik eet niet eens zo'n heel doosje leeg. Er stond er echt letterlijk nog 1 doosje heel eenzaam. Ik dacht, oh, die doe ik snel in de kar, want die heb ik echt nodig. Ook weer eventjes in de privennetjes, want ja, nog steeds niet fit. Kattenbrokken. Deze lekkere bodywarmer nog. Die hadden ze en ik dacht, het is wel gewoon lekker als je soms gewoon eventjes, ja, even gauw iets moet pakken of zo. Dan heb je gewoon een bodywarmertje. Scheerschuim, hele nieuwe verpakking, moest ik aan wennen. En speklepjes, dat was het. Ik heb niet zo heel veel gehaald, maar was wel fijn. Ik heb hier nog even meegenomen naar de Zeeman, maar daar heb ik uiteindelijk niks gekocht. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik zometeen even nog wat drinken. En dan ga ik even lekker onder de douche. Kan ik weer even stomen. Dat vind ik wel fijn. Want ja, heb ik gewoon nodig. Mijn coach had het dus ook al. Die was ook heel erg aan het hoesten. Is helemaal niet fit. Het heerst wel echt. Ze zei, ben je niet ziek geworden? Ik zeg, nou ja, ziek, ziek. Ik zeg, ja, ik was niet goed. Ik ben nog steeds niet helemaal goed. Dus ik ben wel blij dat nu, ja, in ieder geval nu lekker binnen heb. En toen had ik, ja, en ik was vanmiddag dus zo moe dat ik even ben gaan slapen. En op zich was het wel lekker hoor. Ik heb wel echt even lekker gelegen, want ik had heel koud. Dus ik lag gewoon even lekker op de bank. En dat was op zich wel lekker. Alleen, ja, dan moet je op een gegeven moment nog weer de deur uit. En zij was wat later, dus nou ja, prima. Ik ga even opruimen, dan ga ik straks even eten maken. Ik heb nog hamburgers, die ga ik gewoon opeten. Doe ik er een paar frietjes bij, dat is prima. Nou, dan ga ik vanavond gewoon weer Goede Tijden kijken en Winter vol Liefde. De vlog is er nog steeds niet, sorry daarvoor. Hij is nog steeds aan het uploaden, hij loopt een beetje vast. Ik moet anders, als het weer niet lukt, even een andere manier zien te vinden. Dus ik probeer hem vandaag nog online te krijgen, want ik kreeg al een berichtje van iemand van ja, er is geen vlog. Nee, hij komt er echt aan. Maar dat is zo vervelend dat hij weer later gaat. Het uploaden is een beetje lastig, dus ik hoop dat hij straks nou doorpakt. Nou, vanavond ga ik even foto's bewerken. Ik denk dat ik alvast even de video voor zondag in elkaar zet. Want er komt zondag dus ook nog een extra video online. En de video van zaterdag, die moet ik morgen nog opnemen. Dus wat dat betreft nog veel te doen. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken, laatste aflevering. Dan ga ik nog even CSI kijken. En dan ga ik nog een stukje van een boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Want ik denk dat ik zo weer weg ben. Nu ga ik eerst even een aspirintje nemen en dan opruimen. En dan zie ik jullie gewoon bij deze morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 29 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen. Nog even de oud en nieuw collectie van Catrice. Die komt morgen online. Net nog even op de vlog. Even voor het einde van 2023. En dit was ook de laatste video die ik op hoefde te nemen. Dus nou, dat is top. Dus dat heb ik net gedaan. Ik ben weer meer nieserig, jongens. Ik dacht dat ik er een beetje doorheen aan het komen was. Maar ik begon nu, ik lag in bed, ik begon weer meer te niezen. En mijn neus begint weer meer te lopen. Dus het is weer meer opkomen zetten, helaas. Ik heb gisteravond heb ik wel gewoon lekker televisie gekeken. Goede Tijden en De Winter vol Liefde. Nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog eventjes 1 nieuwe maken. Die vond ik niet helemaal scherp. Daar ben ik altijd heel precies in. Ik heb de video voor zondag al even in elkaar gezet. En nou, dat ging eigenlijk allemaal wel vlot. Dus dat was allemaal wel lekker. Nou, toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. En daarna nog even CSI. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. En toen was ik het ook wel zat. Toen ben ik ook al vrij snel in slaap gevallen. Ik heb het op zich, ja, ik heb het een beetje koud. Ik heb op zich wel een lekker warm jurkje aangetrokken. Het is 10 graden, het waait iets minder, maar het was de afgelopen dagen natuurlijk heel erg aan het waaien. Vandaag op de planning. Ik ga zo even de spullen opruimen, want ik heb hier nog wat spullen liggen van het filmen. Dus die moeten even aan de kant, ik moet even stofzuigen. Wat ik eigenlijk eventjes wil doen is, ik heb bij de voordeur wat spullen staan, die wil ik even naar binnen halen. Het vuurwerk wordt natuurlijk verkocht, er wordt al flink wat afgeschoten. De afgelopen 2 jaar heb ik gemerkt dat er toch...
soms vuurwerk naar mijn voordeur gegooid wordt en er staan wat spullen. En ik zou het gewoon heel erg jammer vinden als die spullen door zo'n rotje wat ontploft kapot gaat. Dus ik dacht, oké, dan haal ik het liever nu alvast naar binnen. Morgen had het ook gekund, maar ik doe het liever vandaag. Dan heb ik het gewoon weer lekker binnen. Geeft mij een fijn gevoel. Staat de gang wel eventjes vol, maar het is eventjes niet anders. Dus dat wil ik eventjes doen. Verder heb ik de hoesjes van mijn Nintendo Switch accessoires heb ik om mijn... daaromheen gedaan, die ik bij Temu had gekocht in AliExpress. Dus dat zal ik jullie ook eventjes laten zien, want dat heb ik ook nog even gefilmd. Ik hoop nog even naar boven te gaan en dan denk ik dat ik nog eventjes ga diamond painten. Want ik probeer het een beetje rustig aan te doen. Ik zal zo in ieder geval nog weer even een aspirintje nemen. Ik voel hier ook een beetje pijn en ik weet dus niet wat dat is, want het is die kiest die daar is doorgekomen, die ligt plat, dus het kan geen pijn daar zijn. Maar ik weet niet, het is gewoon een beetje irritatie. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. De boodschappen moeten eventjes naar boven. Dus ik ga gewoon eventjes lekker een beetje rommelen. Daar ben ik ook wel aan toe. Ik vind het gewoon wel lekker. Gewoon leuk. Ik ben ook zo blij dat ik de deur niet meer uit hoef. Dat ik nu zo... elke keer als ik de deur uit ga, dan wordt het alleen maar erg me verkoud. Dus ik ben blij dat het nu niet meer hoeft. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Dus ik ga eventjes wat doen. Dus muziek aan en gaan. Oké, dit is hier nu de situatie. Alles is leeg. Op zich vind ik het voor nu wel eventjes. Ja, het is heel koud, maar het is gewoon even beter zo. Dat alles even weg is voor het oud en nieuw. Zo, hier zit de hoes omheen. Ziet er heel mooi uit. Fijne grip of zo. Dus dat is heel mooi. Het was wel even gepriegeld, maar het is gelukt. En hier zit ook de hoes omheen met de bijpassende dopjes. Dus ik vind het heel mooi zo. Ik heb net alles even opgeruimd. Statieven stonden er nog. Want filmers, die heb ik net opgeruimd. Katjes hebben net lekker gegeten, maar ik heb het zo koud nu. Volgens mij regent het ook als ik zo naar het raam kijk, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik vind het gevoel dat alles nu binnen staat voor oud en nieuw vind ik heel fijn. Dat als ze nu vuurwerk naar boven gooien, kan er in ieder geval niks beschadigd worden dan een muur of zo. Maar in ieder geval niet mijn spulletjes die er staan. Dus ik vind het wel gewoon een heerlijk idee dat het allemaal binnen staat. Ik heb nog heel even iets opgeruimd. Toen ben ik eventjes gaan proberen om dat lampje van die diamond painting af te maken. Nog niet helemaal af. Echt nog een klein stukje. Dat zal ik morgen nog even proberen. Toch iets te laat aan begonnen en minder kunnen doen dan ik wilde. Maar ja, dat kwam natuurlijk ook omdat ik nog steeds niet fit ben. Verder was het wel gewoon een prima middagje. Nu ga ik zometeen even lekker relaxen, want ik ben alweer moe. Ik hou dat een beetje. Ik hoop wel dat ik daar een beetje weer doorheen kom. En straks in ieder geval lekker warm douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon naar de Mask Singer. Daar heb ik wel op zich wel zin in nu. Het is zondag ook de laatste. Dus het is op zich nog best wel hard gegaan. Maar dat vind ik nu wel leuk. Ik denk nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten en uploaden. Thumbnail maken, nog even een nieuwe foto maken, maar dat kan straks wel. Maakt nou toch niet meer uit, het is nou toch al half donker. En dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik heb nog geen idee welke. Dan ga ik nog even sleepers kijken en dan ga ik nog even mijn boek lezen en lekker slapen. Ik heb nu alweer heel erg hoofdpijn. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu gewoon nog eventjes lekker relaxen. Ik ben nu ook gewoon echt, ik merk gewoon dat de energie weer een beetje op is en dat de verkoudheid weer wat meer aantrekt. Dus gezelliger dan dit gaat het toch niet worden. Dus bij deze zou ik dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 30 december. Je hoort het goed, het is ochtend. Nathalie en Frank die hebben een huis gekocht, alweer een tijdje geleden. Ik heb daar zelf in de vlogs nooit wat over gezegd, want dat is niet mijn project. Dus dat heeft Nathalie in haar eigen video's wel gezegd natuurlijk. En ik heb toen naar tijd wel gezegd van nou, als je hulp nodig hebt, laat maar weten. Maar in eerste instantie hadden ze eigenlijk best wel veel hulp, want ook de familie van Frank die kon heel veel helpen. Maar toen stuurde Frank mij gisteravond een berichtje met de vraag of ik vandaag kon komen helpen. Want ze hadden nog best wel wat te doen en ze konden eigenlijk nog wel wat hulp gebruiken dat ze me wel wilden ophalen. Dus ik zeg, nou prima.
Dus vandaar, hij stuurt straks een berichtje als, als hij komt, denk ik. Want hij wist niet precies hoe laat het werd, want ze moesten eerst nog een vloer halen. Dus vandaar dat ik me aan het klaarmaken ben en dan wacht ik wel gewoon rustig af totdat er een berichtje komt hoe laat het wordt. Dus ja, dat is eigenlijk eventjes wat er te gebeuren staat. Dus ik heb even oude kleding aangetrokken. Ik moet even een riem om mijn broek heen doen, want ik heb ook een oude broek aan. Ik had al gezegd, moet ik oude kleren aan doen? En hij zei, ja, doe maar. Dus dat ga ik eventjes doen. Misschien dat ik nog even mijn schoenen wil omwisselen. Ik heb wel schoenen gepakt, maar ik weet niet zo goed of die het zijn, eigenlijk. Dus ja, dat. Dus vandaar dat ik al op tijd ben opgestaan om hun te gaan helpen. Heel erg last hier van mijn kaak en dat stuikt weer door naar mijn oor. Pas was de andere kant, toen dacht ik dat het die kies was die doorkwam. Maar aan deze kant kan het de kies niet zijn, want die is omgevallen. Dus. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar de Mask Singer. Ik zat er weer compleet naast, zoals elke keer. Het ging weer totaal niet goed. Maar ja, goed. Doe je ook weer niks aan. Ik vind het altijd wel jammer hoor, elke keer dat ik het zo niet weet. Maar ja. Maar het is ook weer droog aan het worden. Het doet gewoon een beetje pijn nu. Ik had het ook niet helemaal zien aankomen, zeg maar, degene die erin zaten. Maar dat was wel leuk. Daar heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen, maar ik weet niet hoe die heet. Duchess, geloof ik. Het is best wel hilarisch. Ik heb nu 1 aflevering gekeken en ik heb al echt een paar keer hardop moeten lachen. Dat vind ik altijd wel leuk als er een beetje humor in zit. Daarna nog even sleepers gekeken. Toen ben ik gauw naar bed gegaan. Heb nog een stukje van een boek gelezen. Waar ik de afgelopen dagen zo in slaap viel, was dat dus gisteren weer niet het geval. Ik dacht echt van, nou, dan ben ik natuurlijk weer zo weg. Ja, fout. Dat dus niet. Goed. Is wat het is. Maar het was wel lekker geweest als dat gisteren ook het geval was geweest. Maar dat was niet zo. Ik ga me eventjes verder klaarmaken. Misschien dat ik jullie nog iets kan meenemen wat ik ga doen vandaag. Ik moet eventjes kijken. Ik weet ook niet in hoeverre ze dat fijn vinden als ik dat doe. Dus, nou ja, dat gaan we wel zien. En dan zie ik jullie sowieso later weer. Dan ga ik eventjes zorgen dat ik klaar ben om straks de deur uit te gaan. Ben je aan het doen, Lente? Hier zaken. Ja, stempelen, hè? Maar ik heb het idee dat de inkt een beetje droog is. Je moet heel goed erop drukken. Mag ik eens kijken als je hem af had? Ja, hij ziet hem wel een beetje, maar ik denk dat de inkt een beetje droog is. Misschien kan je nog een beetje inkt doen. En wat heb je op je hoofd? Kun je dat vertellen? Een bieten. Een bietenmuts, hè? Het is gewoon nog december, dus kan best, hè? Ik doe zo'n beetje niet zo. Ga je die proberen? Nou, probeer maar. Heel hard drukken. Heel hard drukken erop. Je kan het proberen. Ik denk dat er iets meer op moet. Maar het kan ook zijn dat de inkt een beetje droog is. Mijn tante denkt dat dat er aan de hand is. Ja, je ziet hem wel, maar het is heel licht. Oh. Kom eens, geef maar even een tante. Tante proberen met inkt. Kijken of tante het kan. Probeer maar of het lukt. Kijk of hij het nu doet.
je gaat een ander blaadje, maar ze zitten allemaal een beetje erin, geloof ik. Drukken, heel hard drukken. Zo hard je kan. Komt-ie? Nou, laat maar zien. Ja! Ziet wel een beetje. Maar nu zie je een beetje. Maar nu of een keer. Ga je het nog een keertje doen dan? Ja. Nou, doe maar. Heel hard drukken. Ik doe het af. Oh. Doe maar zelfstandig deel. Leg je hem neer en dan doe je het inkpetje erop. Goed zo. Of een keertje een keer. Nou, druk hem er maar op. Doe hem dan hier gewoon maar naast. Dan heb je alle dingetjes vol. Heel hard drukken. Heel hard drukken. Heel goed. Oh, je ziet hem wel een beetje. Zo, ik ben weer thuis. Ik zal eerst even mijn schoenen uitdoen. Nou, we hebben best wel veel kunnen doen. Ik ben begonnen dus met oude papier plat maken. Ik heb nog laminaat eruit gehaald op de kamer van Yara. Ik heb laminaat naar beneden gebracht. Ook weer het laminaat wat in de kamer komt naar boven gehaald. Ik heb ook heel veel met de kindjes gespeeld, moet ik ook zeggen. Heel veel met Lente en ook met Yara. Ik heb zelfs Yara's luier verschoond. Of het goed is gegaan, dat weet ik niet. Dat krijg ik nog wel te horen of dat het goed was. Ja, daar heb ik natuurlijk geen ervaring mee. Maar we vermaakten ons wel en met Lente zitten tekenen en stempelen. En tekenen niet echt, gewoon gestempeld. Maar dat was eigenlijk allemaal prima. Nu ga ik eventjes lekker douchen. Dan ga ik even wat eten. Dan ga ik straks even wat programma's terugkijken. Ik denk nog even een Zee me confronteert en een... wat ga ik nog meer kijken? Misschien even nog een Steenrijkstraat arm, ik weet niet. Ik ga wel even kijken wat er is wat ik kan gaan kijken. Dan loopt de verwarming even wat aan, want het is een beetje koud hier. Dan ga ik mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Even de video van morgen inplannen. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer eventjes dubbel leven. Dan ga ik even mijn boek lezen en dan ga ik ook lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu eventjes lekker onder de douche en zo. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is zondag 31 december. De laatste dag van het jaar is aangebroken. En het is heel erg aan het regenen buiten. Er staat ook een flinke wind. Ik hoor wel dat de vuurwerk afgaat. Maar ik ben wel bang dat er best wel veel ongelukken zullen gaan gebeuren. Maar we moeten het maar bekijken. Ik steek zelf toch niks af. Ik heb er ook voor gekozen om gewoon ook, zoals omdat het zondag is, eigenlijk niks aan mijn gezicht te doen. Ik ben vandaag toch alleen. Dus is prima zo. Nou, gisteravond heb ik even Zeeman geconfronteerd teruggekeken. Dat was ook wel een hele bijzondere aflevering. Twee mensen die elkaar beschuldigden, zeg maar, van stalking. Bleek dus dat die mevrouw helemaal de waanbeelden had. En ze kreeg uiteindelijk ook nog wel hulp daarvoor. Daarna nog even Steenrijkstraat arm. Ik heb nog even Disney Dreamlights wel ingespeeld. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. De video die ik vandaag online wilde hebben, die had ik al klaar. Daar hoefde ik alleen een thumbnail voor te maken, dus die heb ik online gezet. Of ingepland. Toen ben ik nog even mijn serie op Netflix gaan kijken en nog even dubbel leven. Toen ben ik naar bed gegaan, nog een stukje van mijn boek gelezen. Toen ben ik ook gaan slapen. Ik hoorde al dat er gisteren een auto ontploft is met vuurwerk. Die mensen hadden de auto vol met vuurwerk geladen en die hadden een sigaret aangestoken. Ja, dat ging natuurlijk niet goed samen. Die mensen zelf waren volgens mij gelukkig niet gewond geraakt, maar de auto was wel ontploft. En er is ook al één iemand overleden door vuurwerk. Dus ja, dat is natuurlijk wel heftig. Ik ga zo meteen oliebollen maken. Dus ik moet eerst even de mix maken. Ik moet even rijzen. Ik ga wel gewoon de foto's doen.
Ik ga even de kwasten even stofzuigen. En dan kan ik de groenten vanavond gewoon eventjes doen voor de televisie. En haal ik die dan eventjes af. Dus ik neem jullie vandaag gewoon ook weer een dagje mee. En normaal gesproken op zondag doe ik niet zoveel. Maar vandaag, ja, toch een andere dag van het jaar, neem ik jullie iets langer mee. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik ga nu eventjes de mix maken. En dan neem ik jullie gewoon mee. Dus dat ga ik eventjes doen. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb het even op de kleine tafel neergelegd, want de grote tafel ligt een beetje vol. Ik heb hier de Long Lasting Topcoat van Hema met glitters. Die vond ik nog wel even leuk om deze week op te doen. Dan heb ik hier de 18 Hour HD Matte Powder Foundation van Catrice. En het Pink Ladies palette van Cris van de X-Revolution collectie, want die wil ik nog even omheen gaan zetten. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Klaar. Hier staat een deel en hier ook nog, want er gaat best wel veel uit zo'n pak. Maar ik ga ook gelijk even proeven. De keuken is een beetje ontploffen, die ga ik straks even lekker opruimen. Maar nu gaan we eerst even een oliebolletje proeven. Het zit een beetje raar licht, maar zo zie je ze misschien iets beter. Dus dit ga ik eventjes lekker proeven nu. Oké, tijd om de oliebol te proeven. Lekker man, de poedersuiker. Ze zijn weer super lekker, kan ik je vertellen. Dus hier ga ik even lekker van genieten. En dan ga ik even de foto's afmaken. En dan straks even de ontplofte keuken opruimen. Maar het is echt heerlijk. Foto's zijn nu klaar. Ik heb net een onwijze hoestbui gehad, dus ik ben een beetje benauwd. Ik ga even wat drinken. Dan ga ik eventjes lekker relaxen. En dan straks lekker douchen. Even lekker frisse kleren aan van het oliebollen bakken. Ik heb de deur open gehad en dat hielp wel. Maar ik moet zeggen, de geur is al gelijk een stuk minder. Maar ik heb hem nu wel dichtgetrokken, want het werd nu wel koud. Nou, lekker. Dus dan ga ik eventjes lekker relaxen en dan straks even lekker douchen. Ik heb wel nog eventjes gewoon een jurkje gepakt voor vanavond, dat ik niet in mijn pyjama knoffie ga. Maar het is op zich ook niks uit, want ja, weet je, ik ben toch alleen maar, dat maakt niet uit. Maar het is gewoon voor het gevoel. En dan zie ik jullie strakjes weer. Dan ga ik nu eerst eventjes lekker relaxen en even bijkomen, want ik heb het echt een beetje benauwd nu.
Gelukkig nieuwjaar! Zo, ben ik in de champagne. Zo. Lekker hoor. Ja, het is 2024, jongens. Ik had er net nog over. Ik dacht echt van, ik vind het ook wel gek ergens om er afscheid van te nemen. Naar alles wat er in 2023, wat je daar dan weer laat. Maar ja, goed, dat gaat toch vanzelf. Ik heb eigenlijk vanavond niet echt mezelf meer gevlogd. Maar ik was ook eigenlijk de hele avond niet... Ja, ik had toch wel weer momenten dat ik me helemaal niet zo lekker voelde. En ik zit ook zo vol. Ik kan geen eten meer zien. Ik heb toch aardig wat oliebollen op. Ik heb toch nog wat bakhapjes genomen. Nou, die noedels waren op zich ook wel prima. Maar ik zit zo vol. Echt, ik heb echt zo'n momentje van ik ontplof bijna. Maar goed, het is prima. Ik ga zo gewoon nog wel even wat vuurwerk kijken. Ik heb Kou van Holland gekeken. Ik moet nog even een klein deeltje afkijken, want dat overlapte net met die Masked Singer. Die heb ik ook gekeken. Uiteindelijk had ik nou toch wel wat mensen goed, omdat ik toch wel dacht van, oh ja, dat komt wel bekend voor. Ik zit even te kijken waar Muis is. Muis is denk ik nu toch wel onder de bank gekropen, want ze is verder de hele avond hier wel geweest. Nou, ik ga nu gewoon nog eventjes lekker vuurwerk kijken. En dan ga ik straks gewoon nog eventjes mijn Netflix-serie kijken. Zie je zij. En dan is het straks weer een keertje tijd om naar bed te gaan. Maar eerst nog eventjes een beetje genieten van al het vuurwerk en zo. Want er wordt best wel mooi vuurwerk afgestoken. Volgens mij gaat het ook nog redelijk. Trouwens wel een leuk jurkje aangetrokken nog. Een jurkje van vorig jaar. Dat heb ik vorig jaar met de kerst. Die heb ik aangetrokken. Dus prima. Dus nou ja, goed. Ik heb ook mijn nagels gedaan. Maar ik moet nog even de randjes doen. Ze zien er zo uit. Kijk. Maar zoals je ziet zien ze er nu nog niet mooi uit. Ik moet even die randjes doen. Maar ik heb hem dus gedaan ook met die glitter topcoat. En dan heb ik daaronder zit deze. En dit is de kleur 03. God on the red carpet. Maar ik ga dus zo nog even die randjes netjes maken. Want het ziet er nu niet uit. Nou ja, goed. Ik ga voor nu in ieder geval zo ook even de camera opladen. En nog eventjes een beetje genieten. En dan ga ik jullie gewoon... Ja, ik wil bijna zeggen morgen. Maar het is al vandaag. Het is al morgen. Dus ik zie jullie gewoon over een paar uurtjes dan weer. Nou, dan gaan we gewoon weer dingen doen. Maar voor nu ga ik in ieder geval nog eventjes genieten van... alle dingen die nu nog eventjes bezig zijn. Dus ik zou bij deze zeggen... Ik zie jullie later. Goedemiddag, het is maandag 1 januari. Ik ben klaargemaakt. Het is een heel donkerachtig dagje. De zon die probeert een beetje door te komen, maar het is eigenlijk een beetje donkerachtig. Dus het is allemaal heel gek. Ik vind het op zich wel weer lekker nu, dat het allemaal weer een beetje normaal wordt. Gewoon een beetje, zoals deze week staan de kerstspullen nog. Ik denk dat ik die van het weekend even op ga ruimen. Gewoon dat alles weer een beetje terug naar normaal gaat. Hoewel ik het wel super gezellig vind hoor, die kerstspullen. Want dat zeg ik altijd wel. Ik heb altijd meer licht in huis met de kerstspullen erbij. Dus ik vind het altijd wel heel gezellig. Maar als het dan ook 1 januari is, dan vind ik het ook wel weer lekker. Ik weet niet, ik heb dan altijd nog meer vibes om dingen nog meer schoon te gaan maken. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel grappig. In de foldertjes dan van deze week gaan weer allemaal sportspullen staan. Dat is elk jaar, weet je wel. In januari, mensen willen gaan sporten. En ja, heel veel mensen hebben dat goede voornemen natuurlijk. Dus dan staan al die folders vol met sportspullen. En ja, dan is het altijd de vraag of dat mensen dat volhouden natuurlijk. Ik heb net mijn puistje uitgedrukt. Ja, hij zat er al sinds zaterdag. En toen begon die gisteren al een beetje rijp te worden. Toen dacht ik, nou ik laat hem nog even zitten. Toen heb ik het net geprobeerd. Het kostte wel wat moeite, maar hij is in ieder geval weer leeg. Dat is wel lekker. Nou ja, ik had gisteravond dus gewoon nog even mijn Netflix-serie gekeken. En nog eventjes CSI. Ik heb alleen de foto's niet bewerkt. Dus dat moet ik nog doen, want die blogpost moet vandaag ook weer online komen. Dus dat is allemaal niet zo gelukt. Maar ik ging nog wel het jaar uit. Dat vond ik wel heel lekker. Met de 900 abonnees. Dus dat vond ik nog wel eventjes een hoogtepunt. Dat ik daar het jaar mee afsloot. Dat vond ik toch nog wel heel erg tof. Ik ga nu een was aanzetten. Ik ga weer eventjes de spulletjes die ik naar binnen had gehaald weer naar buiten zetten. Want ik hoor hier en daar nog wel het vuurwerk afgestoken worden. Ik ga ervan uit dat ik vanavond toch wel het zuurvuurwerk zie. Maar het is niet meer zo erg als gisteren. Ik moet ook zeggen, het was al vrij snel... Ook een stuk minder met vuurwerk, weet je. Het was om 12 uur wel eventjes. Het was ook niet gelijk dat het heel de lucht vol zat met siervuurwerk. Dat ook niet. Maar ja, het ging op een gegeven moment even hard tekeer. Maar het was later ook alweer gewoon dat je vrij snel rustig. Dat was op zich ook wel lekker.
Maar goed, ik ga eventjes lekker een was aanzetten. Ik ga weer eventjes lekker de bakken doen. En nou, de spulletjes naar buiten. Hier eventjes de boel een beetje recht trekken. En dan is dat het ook wel weer voor vandaag. Dat vind ik wel weer lekker. Ik heb het ook best wel weer frisjes. Maar ja, vanavond gaat gewoon de verwarming wel weer aan. Ik ga ervan uit dat het weer 15,5 graden is of zo hier binnen. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het buiten is. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Oh, 8. Ja, dat is ook wel fris inderdaad. Nou ja, goed. Ik ga dat even doen. Ik heb de kwasten voor jullie nog gewassen. Voor mezelf. Ik wou zeggen voor jullie. Ik heb de kwasten voor mezelf gewassen. Maar dat heb ik voor jullie gefilmd. Dat zal ik jullie even laten zien. Dan ga ik het hier eventjes rondmaken. Dus dat is voor nu eventjes wat ik ga doen. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb de spulletjes die ik had binnengehaald bij de voordeur heb ik weer er neergezet. Het vuurwerk afsteken is nu toch al wel iets minder. Oh, ik had het gistermiddag, eind van de middag, zo benauwd van het hoesten. Nathalie zei zaterdag tegen mij, je hebt een opa hoestje. Inderdaad, mijn opa die kon ook heel erg hoesten en ja, daar klonk het dus waarschijnlijk een beetje Nou, ik ben wel blij dat alles klaar is. Gewoon, ja, heerlijk weer de kattenbakken schoon. Ze hebben schone eten- en drinkbakjes, de douche is lekker schoon. Ik heb gelijk ook even de plank die in de keuken hangt, waar ik eigenlijk onder kook, zeg maar, die heb ik even weer schoongemaakt. En dan wil ik er van de week nog wel eventjes verder op je doen. Dat even alle vettigheid ook weg is. Voor mijn gevoel is de keuken dan heel vies omdat je die oliebollen hebt gebakken. Nou ja, straks eventjes de afwas doen. En nou, dan is het ook wel weer redelijk rond. Ik ga nu zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Want ja, daar heb ik gewoon even zin in. Verder ga ik vanavond eten bestellen. Dat doe ik altijd op 1 januari. Ik kan jullie nog wel eventjes laten zien, dat beeld tussendoor. En, nou, dan ga ik Goede Tijden kijken. Je hebt geen Winter vol Liefde vanavond, volgens mij. Of het moet later komen. Zal ik eens kijken, tv-gids. Ik moet het even online doen. Vanavond. Dan hoop ik wel dat ik RTL 4 kan vinden. Nee, RTL 4. Ja, 10:10. Oh. Nou, dan ga ik hem gewoon op Videoland kijken. Dus dat. Nou, dan ga ik nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de foto's eventjes bewerken. En dus de blogpost schrijven. Dan ga ik eventjes lekker mijn Netflix-serie kijken. En zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat hoort het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. En ja, want verder ga ik toch niet veel meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 2 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het alleen weer ijzig koud. Ik moet ook zeggen, ik heb ook niet echt hele lange leggings meer. Ik kan bijna mijn leggings niet meer vinden. Ik wil eigenlijk misschien nog wel zo'n legging met van dat vlies erin. Maar dat moet ik even kijken, want die schijnt action te hebben. Dus moet ik even daar een keertje kijken. Nou, ik heb jullie nog even mijn eten laten zien. Dat zagen jullie hiervoor dan, die beelden. Maar het was dus van gisteren natuurlijk nog, had ik al even gezegd. Was heel lekker. En nu ga ik ook weer een beetje ja, wat gezonder eten proberen. Want ja, ik heb dan in de maand december ook heel erg het gevoel dat je heel erg loopt vol te stouwen. En waarschijnlijk valt het best wel mee, maar zo voelt het dan heel erg voor je gevoel. Maar goed, het is verder ook prima. Het was heel lekker. En ik vind het gewoon altijd op nieuwjaarsdag doe ik het altijd eten bestellen.
Nou, gisteravond heb ik Goede Tijden gekeken. Er werd al helemaal niet meer gerefereerd aan Nieuwjaarsdag. Want ja, ze hebben ook geen oud en nieuw gevierd. Omdat ja, het in het weekend viel. En dan is er natuurlijk geen GTST. Daarna ben ik De Winter Vol Liefde gaan kijken op Videoland. Want die werd pas om 9:50 uitgezonden. En ik had geen zin om daarop te wachten. Dus toen ben ik die gaan kijken. Toen werd ik er al een keer uitgegooid bij Videoland. Toen zei die... Ja, er was iets bereikt of zo, ik weet niet. Nou, ik kon hem uiteindelijk wel weer verder kijken. Nou, toen heb ik nog even een spelletje gedaan. En heb ik mijn foto's bewerkt en de blogpost geschreven. Ging allemaal prima. Toen ging ik mijn serie kijken op Netflix, De Duchess. Echt wel heel grappig ook. En toen wilde ik dus CSI gaan kijken op Videoland. En toen zei hij, ja, je internetverbinding is niet goed. App afgesloten, weer een keer opnieuw geprobeerd. Nee, lukte allemaal niet. Nou heb ik wel heel erg het gevoel dat dit toch wel echt een provider ding aan het worden is. De provider die ik heb, die is gewoon echt zo erop achteruit gegaan. Ze hebben een naamsverwisseling gekregen en ze zijn er zo op achteruit gegaan. We hebben nu in een week tijd hebben we ook al 2 keer een grote telefoonstoring gehad. Dat begon dus 23 december, dat we echt niet bereikbaar waren. Niet konden bellen, niet konden appen, niet konden internetten, echt helemaal niks. En toen was het dus zaterdag weer raak. Ik had alleen nog wel 5G, want ik was benaderd en ik heb op een gegeven moment een appje van mijn moeder kunnen beantwoorden. Dus dat deed het wel. Alleen dat bellen deed het dus weer niet. En toen sprak ik mijn vader, want die heeft dus dezelfde provider. En die hadden dus vanaf 's middags al geen 5G meer gehad. Ik vond het al gek, want hij was al best wel lang niet online geweest. En meestal is mijn vader wel gewoon online, zeg maar. Regelmatig. Maar nu was hij ook al heel lang niet online geweest. En toen zei hij dus, ja, maar wij hebben al de hele tijd geen 5G. Dus ik denk, nou, lekker werk. Ik zeg, nou, ik kan vooral niet bellen. Toen appte hij zondagavond ineens van, ja, we hebben weer 5G. Nou, dat heeft echt 10 minuutjes geduurd en toen had ze weer geen 5G. Want hij ging mij ook bellen nog om nieuwjaar te wensen. En dat ging ook helemaal niet lekker. Het ging helemaal storen en doen. Dus echt een drama. Dus ik moet hier wel eventjes mee kijken. Ik lees ook dat er hele slechte reviews zijn sinds de naamsverandering. Je zou denken dat heeft dus geen effect, maar dat heeft het dus daadwerkelijk wel. Het is heel vervelend. Dus ja, ik moet wel eventjes kijken, want als dit zo blijft, dan is het misschien toch wel eventjes een keertje tijd om misschien te gaan switchen. Maar dan moet ik nog maar eens eventjes naar gaan kijken, want dit is wel drama. Ik merk ook heel vaak dat het geluid niet synchroon loopt aan het praten. En dat vind ik ook een ergernispuntje. Maar goed, ik ga nu zometeen eventjes stofzuigen. Dan ga ik de video opnemen en dan ga ik nog even diamond painten. En dan desnoods ga ik even in een kleedje zitten, dat ik het een beetje warm krijg. Want ik heb het echt al heel erg koud. En ja, ik wil niet al vroeg in de middag, zeg maar, de verwarming aandoen. Het regent ook weer buiten, dus het is ook best wel koud. Ik weet niet hoeveel graden het buiten is. Ik kan het even checken. het is buiten. 8 graden. Nee, 11. 11, zegt hij nu. Nou ja, het voelt gewoon koud aan. Goed, ik ga dit nu eventjes doen en dan neem ik je straks nog even mee met diamond painten. Om jullie deze nog even te laten zien als die af is. En ik heb hem dus eventjes afgemaakt. En zo ziet hij er dan uit. Ik vind hem wel heel schattig. Ik heb er alleen nu geen batterij in gestopt. Want ja, hij gaat toch de kerstdoos in. Maar ik kon het ook niet hebben om zo'n onafgemaakt dingetje te hebben. Dus ik heb hem gewoon even afgemaakt. En hij is wel heel schattig. Zo, ik ben weer rond. Nou ja, ik had even lekker stof gezogen. De video is opgenomen. Is allemaal wel goed gegaan. Ik heb ook al die spulletjes al gelijk opgeborgen. Ja, ik zit een beetje te rillen, koude rilling. En nou, toen ben ik even lekker gaan diamond painten. Dat was ook wel weer eventjes heel erg fijn. Alleen, ik vind die zakjes van de Wiebra zitten zo krom in elkaar. Maar ik heb ze nu bij elkaar gevonden. Maar het was wel eventjes een dingetje.
Maar het is nu gelukt. Ik word alleen helemaal gek van dat hoesten en ook weer meer een loopneus. Maar het was wel eventjes fijn. Ik ga nu eventjes lekker wat drinken en dan ga ik eventjes relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer Goede Tijden en daarna is het weer tijd voor Winter vol Liefde. Misschien nog even een spelletje doen. Mijn vader die appte straks dat hij weer nog steeds geen 5G had. Ik zeg, nou, dat is echt niet normaal. Nou, dus dat. En dan ga ik de vlog afmaken, mijn foto's bewerken, mijn Netflix-serie weer kijken. En ja, ik hoop CSI, want ja, ik hoop dat hij het nu wel doet, maar dat is even de vraag. Vorige week heb ik het ook een keertje gehad, dat hij 1 dag niet kon kijken. Misschien dat hij het dan straks wel weer doet, of straks vanavond moet ik zeggen. Maar dat weet ik dus niet, dus dat is eventjes afwachten hoe en wat dat gaat doen. Dus ja, dan moet ik maar eventjes bekijken. Ik ga in ieder geval bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!